Stel je bent rijk, heel rijk, en je wilt dat iedereen het weet. Wat doe je dan? Aanbellen bij de buren en ze vertellen? Nee, dat zie ik je nog niet doen. Maar wat wel? Juist, je zet een grote en dure auto voor de deur. Maar wat deed je zo'n 100 jaar geleden om indruk te maken? Nou, heel simpel. Je verplaatste de moestuin. Deze kwam dan naast of achter het huis te liggen. En niet voor, zoals gebruikelijk was. Nou, maakte je dan indruk? Niet echt. Maar je had ruimte gemaakt in de voortuin. Voor een tuin in Engelse landschapstijl. Een diepe tuin met een groot gazon. En voor de voordeur een bloemenperkje met misschien een zonnewijzertje. En het meest kenmerkend, de rode beuk aan de zijkant van het erf. En reken maar dat de boodschap dan overkwam. Men wist dat jij rijk was. Een auto voor de deur om indruk te maken is één ding. Maar een serre of een garage, dat kan natuurlijk ook. Zo dacht men er vroeger ook over. En ze pakte het gelijk grootse aan. Ze bouwden een compleet nieuw voorhuis. Zoals hier, gebouwd in de 20e eeuw. De tijd van Jugendstil en Art Deco. Met veel versierseltjes en een symmetrische gevel. Op het platteland, maar met een stadsuiterlijk. Want dat maakte meer indruk. Door het gazon zag je de weg goed liggen. En nog belangrijker, voorbijgangers zagen het huis ook uitstekend. En natuurlijk lag het voorhuis hoger dan de weg. Dan had je iets om tegenop te kijken. Dit riviertje, de Reest, zorgde voor de rijkdom. Ik zal je vertellen hoe dat kwam. Hooi zorgde voor de rijkdom, want de boeren konden hier vaker hooien dan ergens anders. En dat had twee redenen. Aan de ene kant had de Reest veel voedselrijk water en het overstroomde vaak. En aan de andere kant zat het grondwater vol met mineralen en kalk. En meer hooi betekende meer koeien en dus meer melk en meer boter. En dat verkochten ze weer. Rond 1900 werd er ook goed verdiend aan de verkoop van de zogenaamde Londense biggen. Die werden iets verderop in Meppel op de markt verkocht. Ja, en de naam zegt het al, vooral aan Engelsen. Nou, genoeg over geld en bezit. Terug naar de natuur. Weet je dat al die bochten in de Reest best wel bijzonder zijn? Zo'n 40 jaar geleden zijn namelijk de meeste rivieren recht getrokken. Nou, en hier dus niet. Dat komt omdat de Reest de grens is tussen Drenthe en Overijssel. Nou, en als er een nieuw plan bedacht werd, moesten beide provincies het eens worden. En dat is gelukkig nooit gelukt. Als Drenthe een plan had bedacht, vond Overijssel het niets. Nou ja, en andersom gold natuurlijk hetzelfde. Nou, gelukkig blijft de Reest nog wel even zo. Dankzij twee stichtingen, Landschap Overijssel en het Drentse Landschap. Zij beheren het gebied hier en hebben het beste met de natuur voor. Hier op de kaart kun je alle bochten van de Reest goed zien. Kijk, en wat verder opvalt zijn alle plaatsjes met horst of berg in de naam. Bijvoorbeeld Staphorst, Eihorst of Bloemberg en Wildeberg. Maar wat is een horst of een berg nou eigenlijk? Dat is een hooggelegen zandrug, ideaal om op te wonen. En dat deden ze dan vroeger ook. Met wat graanakkers om de huizen heen, ook wel essen genaamd. En de koeien en schapen die lieten ze lekker in het bos grazen. En dat deden die beesten ook behoorlijk, want op een gegeven moment was al het bos weg en bleef er alleen wat heide over.